onderzoek is voor 10 uur 's morgens gepland. Om dat vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat de darmen volledig proper zijn. Daarvoor zijn de inname van dit middel en een goede voorbereiding noodzakelijk. 3 dagen voor het onderzoek mag u geen groenten of fruit met pitjes meer eten, dus geen kiwis, tomaten of druiven. De dag voor het onderzoek mag u nog gewoon ontbijten, maar vanaf 's middags is enkel nog een restenarme maaltijd toegelaten. Dus voeding met weinig of geen vezels zoals kippenwit, spaghetti, witbrood, macaroni en zo verder. Na het middagmaal mag u geen vaste voeding meer innemen, maar enkel nog yoghurt of pudding. Het is dan ook belangrijk dat u zeker 2 liter heldere vloeistoffen drinkt, zoals platwater, thee, appelsap of bouillon. Om 14 uur neemt u dan de eerste zakjes Moviprep in. Los de zakjes A en B samen op in 1 liter water. Drink alles binnen het uur op. Het is belangrijk om dan daarnaast nog een extra 0,5 liter heldere vloeistoffen te drinken. Vanaf nu mag u niets meer eten. Enkel nog de heldere dranken zijn toegelaten. Om 18 uur neemt u een 2e verpakking in. Los opnieuw de zakjes A en B op in 1 liter water. En drink alles binnen het uur op. Drink daarnaast minstens nog een extra 0,5 liter heldere vloeistoffen. Meld u voor het onderzoek met uw identiteitskaart op het afgesproken tijdstip aan in het ziekenhuis. Hou er rekening mee dat u na het onderzoek niet met de auto terug naar huis kunt rijden.